vandaag in Wassenaar op het Stadhuisplein. Maar twee parapluën. Super lekker. De zomer van 2020 wordt anders dan dat we gewend zijn. Denk nou eens even gewoon logisch na. Gaat u ondanks de corona stemmen? Ja, natuurlijk ga ik stemmen, inderdaad. Ja, zeker weten. Absoluut. Ja, ja. Ga je stemmen ondanks de corona? Ja, ik ga wel stemmen dit jaar. Ja, ik ga stemmen, zeker. Jazeker. Er zijn heel veel partijen. Kunt u wel een keuze maken? Nee, het zijn er gewoon inderdaad veel te veel. Dus ik ga inderdaad voor een van de grotere partijen, zodat het enigste nut heeft. Ja, ik heb er een paar op mijn vizier staan. Ja, 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 zeker. Ik ga het op Code Oranje stemmen, Richard de Mos. Dat is de bedoeling inderdaad. Die beste man die heeft al genoeg stront over zich heen gekregen en die mag wel wat steun gebruiken. Ik heb er eventjes goed even over moeten nadenken en alles een beetje naast elkaar gelegd. En uiteindelijk ben ik wel tot een conclusie gekomen waar ik op ga stemmen. En er zijn heel veel partijen. Vind je het moeilijk om een keuze te maken? Ik vind het niet per se moeilijk om een keuze te maken. Ik heb wel een paar partijen waar ik meer over wil gaan leren en daar over ga kiezen. Er zijn wel veel mogelijkheden, maar ik weet wel van de paar partijen die ik ken welke het gaan worden. Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee, vind ik niet zo moeilijk, maar ik moet nog daarover goed nadenken en goed verdiepen op wie zou ik willen stemmen. En maakt u ook gebruik van stemwijzers? Nee, dat was bij deze keuze niet nodig. Nee, dat doe ik niet. Nee, gebruik ik niet. Nee, ik heb al mijn mening gevormd, gewoon door de afgelopen tijd door te lezen, et cetera. Stemwijzer, nog niet. Ik ben daar nog niet op in verdiept. En vindt u dat eigenlijk iedereen het recht zou moeten hebben om per brief te stemmen? Ja, vind ik ook. Eens. Als het de mogelijkheid is, dan moet het gewoon mogelijk zijn voor iedereen. En ongeacht die leeftijd of wat dan ook. Dus laat iedereen maar gewoon vooral stemmen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ja, ik geloof niet in fraude, à la Trump. Nee. Wel een fake news, dat is er genoeg. Maar ik geloof erin. Ja, natuurlijk. Ik vind het het is iets fundamenteels voor onze democratie. Dat mag niet te lijden gaan van. Ja. Weet niet zo goed antwoord op. En vind je eigenlijk dat iedereen het recht zou moeten hebben om per post te kunnen stemmen? Ja, ik vind het belangrijk dat iedereen het recht heeft om per post te kunnen stemmen. Maar ik denk dat als je goed aan de maatregelen houdt, dat het dan ook oké is om dan in persoon te gaan stemmen. En gewoon oppassen dat het niet te veel mensen in één keer zijn die dat gaan doen. Maar ik denk dat daar is wel aan gedacht, omdat er heel veel stemplekken zijn. Ook in Voorburg en in Leidschendam. Dus dat er dan niet te veel mensen in één keer komen. Ik denk dat zou een van de opties kunnen zijn, maar of het verplicht zou moeten zijn, dat denk ik van niet. Nee, ik vind het niet nodig. Ik denk, bijvoorbeeld hier in Voorburg zijn er zoveel locaties en je kunt over 3 dagen verspreid stemmen. Dat het volgens mij geen probleem is om een rustig moment uit te zoeken. En je kunt ook kijken trouwens, zag ik vanochtend, of het op een bepaalde locatie druk is. Dus lijkt me niet, geen probleem.